Hallo allemaal en welkom terug bij de laatste aflevering van Dishonored. Nou, eigenlijk niet van Dishonored, maar gewoon van het hoofdverhaal van de campaign van, over Corvo en alle shit. Alle shit die hij meemaakt. En we moeten nu naar de, de beach side entrance moeten we binnenkomen. En wij gaan dat ding even daar uitzetten. Op Corvo manier. Spring en blink. En we zijn er. Willow tank halen we eruit. Het ding staat helemaal stil. En wij kunnen heel rustig doen wat wij gaan en staan waar we willen, zonder dat ding alles alarmeert. Dat is één. En ja, nu gaan we sneaken en we gaan proberen naar die beachside entrance te komen met in Ben Time stijl. Mana besparen door te regenen. Oké. Oh, die man kan ons zien. Hij doet het niet. Dus we gaan keihard rennen en sprinten terwijl we Ben Time gebruiken. Wee, we zijn er. We zijn er langs. We zijn er langs. We hebben mana regenen en we gaan even Darkvis gebruiken om te kijken waar iedereen staat. Er zijn hier 3 mensen en daar staan er 2. Dat weet ik goed toevallig. Die blijven daar, die zullen ons niet lastig gaan vallen. Ik ga heel veel wachten tot die gozer wegloopt. En dan sleep dark in 2. Ja, dat is balen. Zo, even in zijn lijf kruipen. En door de portal of light lopen. Perfect. Dan gaan we hier naar boven. Die gozer gaat ons dan heel erg zien. Dat moeten wij niet hebben. Ben time. Lopen we hier zo langs. Springen we hier zo. En niemand merkt het. Oké, wij gaan even deze valve opendraaien. Niemand hoort het. Niemand ziet het. Dus wij vinden het perfect. Link. En hier is de enige en laatste room van de hele game. De enige room van dit level en de laatste room in de hele game. En wat zegt de hart? In an unwary haste, scattering like insects, eager to bore into the nests you made for them. Gezellig! Okay. Wat voor powers kunnen we dan nemen? Ja, we kunnen van alles wat we nog over hebben doen. We kunnen Shadow Kill nemen. We kunnen Bloodthirsty nemen. Maar die twee, we vermoorden geen mensen. Dat is allebei voor kills. Dat we vermoorden geen mensen. Dus dat doen we niet. Devouring Swarm. Vermoord mensen is niet heel handig. Gaan we niet gebruiken. Wineblast kan nog voor... Ja, dat kan nog voor pas komen met deuren. En Windblast niveau 1 is niet dodelijk. Want we kunnen toch alleen maar niveau 1. Kijk, pop, powerful blast. Scatters doors en scatters enemies. But doesn't kill them. Niveau 2, die is zo krachtig dat die bam tegen de muur is en helemaal dood. Weet je wat ik doe? Ik doe stop time. Blink daar omhoog. Draai aan de kraan. En springen we naar beneden. Oké. Wat? Wat? Hij is toch open? Hij hoort toch open te zijn? Ja, screw this. Nog een keer dan. Hey, hij hoort open te zijn. Wat is er mis? Dat is nou weer mis. Is she up there, do you think? The new Empress? She came in a few days ago, but she keeps to herself. Must be a shock. I wonder what she's like. Just a kid, I guess. Imagine being a kid.
Then suddenly, I'll tell you in a few years, you'll rule the Empire. What do you do? Me? Sell a few scores, I guess. Then order some pastries from that crash. Ik ga toch kijken wat aan de hand is. Er is niks aan de hand. Waarom doet dit niet? Waarom doet dit niet? Open te zijn. Waarom heb ik daar? De zon is kapot. De game is kapot. Ik heb de game kapot gewoon met de tijd. Oké. Pak even een sleep dart. Schiet hem gewoon even in zijn raap. Komt hij hier? Komt hij gewoon ze hier aanrennen en dan schiet hij hem ook weer voor zijn raap? Whacked in the head. Zo, perfect. Nou. Dan moet ik mijn oude save wel opnieuw laden, want het load game. En autosave dan? Dat was toen ik denk, toen ik hier binnenkwam met die gozer, met het lijk van die gozer, denk ik. Hallo? Kijk, hier zijn we weer. Naar boven. Onze mana omhoog. Die gozer zal ons helemaal niet zien. Maar alsnog. Cash Bush Pentime. Doei. Dat was echt raar. Dat luik had open moeten zijn. En dan hadden we gewoon naar de toren kunnen klimmen en dan... Nou, déjà vu. Hoe kan dat nou? Ik had het helemaal niet gezien. Ja, oké. Oké, dus geen valves openen terwijl Pentime aan de gang is, want die game crasht. Schijnbaar. Dat blijkt. Dus we pakken onze hele mooie powerful rune weer. Fantastisch. En we doen even de Wine Blast Power kopen, because we can. Fantastisch! Soms is deze game echt broken. De PlayStation versie rendert veel beter. Nou ja, maar we spelen het niet op de computer. Dus we wachten tot die gozer daar is geweest en die gozer daar komt. Probably. Even gewoon het The Wait Game spelen. The Wait Game! Met de groetjes van iedereen. De gozer gaat daar weer heen, gaat een heel gesprek over zijn leven houden met die gozer. En dan komt de gozer daar hierheen, die gozer komt ook weer hierheen, ziet zijn maatje daar liggen. Misschien ik hem ook neer. Fantastisch! Komen ze weer. Ga even je hele levensverhaal met elkaar bespreken. We hebben geduld. Oh, dat hebben we toch nog nooit gehoord? Misschien een paar seconden geleden al. Dark vision, see through walls. Nou, ze zeggen, zie gewoon echt door alles door muren heen. Levende wezens, dode wezens. Oké, dat is wel heel erg bijna aan elkaar. Okay. Nou, hij valt flauw. Ga naar je maatje. Ga je naar je maatje. Ga naar je maatje toe dan. Oké, hij zit vast. We gaan hem even uit zijn lijf verlossen. Hij zit vast. En we nemen mee. Kansjes en kansjes, oké. Okay. Ga even goed naar die deur kijken. Kijk, nu gaat hij wel open. Yay! Was dat nou zo moeilijk? Ja! Rotste stuk van heel de game. Oh, nou, gewoon echt gewoon mensen assassinaten en zo? Nee, maar. Mensen gewoon een onlito eliminaten. Ja hoor, maar dit? Nee. Chips. Dat noem je snel reactievermogen. Rewire tool meenemen. Great. We proberen te sneaken, maar echt iedereen ziet ons. Ik weet niet wat we hebben vandaag. Daar is een gozer. Oh, echt
gewoon precies een gozer precies naast ons. Kijk, die man die staat daar lekker een boekje te lezen. Wegweven. Laat jij er maar bewusteloos liggen en die gozer zo laten nemen. Even mee voor het geval die duidelijk dood gaat. Netjes neerleggen, Corvo. Netjes neerleggen. Oké. Okay. Zolang we. Oké, dat is de regel van de zon. Als je mensen niet vermoordt, als je mensen gewoon unlethal eliminated, raak ze dan niet aan. Dan blijven ze niet levend en dan kan je. Tenminste, als ze doodgaan door gewoon omstandigheden die jij niet veroorzaakt hebt, dan heb je ze niet vermoord. Maar als je bijvoorbeeld even pletter vallen terwijl jij ze hebt gesleepdart, ja, dan telt het als een assassination. Een assassinatie is niet fijn. Dat vinden wij niet. Zo dat je de archpaard denkt, ik zie niks in mijn omgeving, maar wel onder me. Maar het zal vast niks zijn. En control him. Hopelijk vinden ze me niet. Kots maar lekker. Kots. Gooi het eruit. Shit. Nobody can hear you. Zij heeft me niet gehoord of wel? Nope. Zij weten nog van niks. Dus we maken deze deur even open. En we gaan naar binnen. We gaan naar Havelock toe. En we gaan hem laten boeten. To Burroughs Lighthouse. Burroughs is in de Corvus Prison. Hij gaat dood. En wij gaan zijn vervanger, die ons verraden heeft, even verraden. Het gaat goed. Ondanks dat we de game heel vaak opnieuw hebben moeten laden. Na één keer, maar... Oké. The leaders of the Loyalist Conspiracy have moved to Monument Lighthouse, the final military periodic device by the Lord Regents. They're holding Emily as well, struggle to tighten her hold over the city. It's time to confront them, decide their fates, and determine in the future of Dunwall. Laten wij dat gaan doen. We hebben nog heel veel sleep darts over. Heel veel mannen om uit de weg te ruimen. Let's do this. Met mij mee, meneer. Non-lethal takedowns zijn de beste. Oké, er zijn nog meer mensen die hier... Could the city get any worse? Chances are very good. Nou, de city kon veel erger zijn als ik iedereen hier had afgeslacht. Maar ik heb echt niemand vermoord. Echt niemand. Sleep dart, hij ziet het toch niet. What's going on there? Jij en jij in je kont. Vreemd, hè? Je voelt je een beetje misselijk, maar na een paar uur zal je gewoon weer opstaan. Oké, volgens mij was dat het. En dan kunnen we nu naar... We zijn het dode mensen. Burroughs Lighthouse. Die man is lelijk. Cor Havelock. Talents wasted until found.
Oké, ik ga hem gewoon even confronteren. Bitter, Pierre. Oh, het zijn Pendleton en Martin, ze zijn dood. Samuel, the useless old man. Hungry for purpose. Havelock! Couldn't be with us tonight. This is all Martin's fault. Did you think I'd fight you, Corvo? Sorry to disappoint. This is yours. The key to Emily's cell. She'll be glad to see you. You made quite an impression on her. Did you know that? She asked about you constantly. Where you were. Been doing. I told her. In the end, I told her everything. From the start. Okay, meenemen. Oh, word je nou boos? Done. I'm done. Je zei dat hij van mij was. Oké, okay, perfect. Oké, okay, Emily. Who is that? Admiral Havelock? It's Corvo. It's me. Corvo! Long live the Empress. Is it going to be okay now? Will I be Empress? Yes, you will. En Havelock is afgerikt met Havelock. Resolution and clean hands. We hebben echt niemand vermoord. Yes! Waza! And ghost never detected. Boeit me niet. Continue. The end. We hebben nu het fantastisch goede einde. Dus het verhaal eindigt met Corvo die sterft, maar op een goede manier. So ends the interregnum. Tot bij de outsider. Emily Caldwin the First will take her mother's throne after a season of turmoil. Dat is prachtig. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. Maar het is onder het einde is dit. You watched and listened when other men would have shouted in rage. Yes. You held back instead of striking. So it is with the passing of the plague and Emily's ascension. Good guy Corvo. Comes a golden age brought about by your hand. Dat komt omdat Piero en Sokolov hebben gered en het een low. En omdat we geen wiepers hebben vermoord. Callista en haar oom. Prachtig. Ik heb de wereld voor me gered en verbeterd. Samuel, ouwe makker, lekker een drankje doen. And decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb. Because you are more to her than royal protector. Farewell, Corvo. Oh, ik krijg kippenvel van. Just dark enough. En nu krijgen we een heel mooi, fantastisch eindmuziekje en die zal ik heel hard zetten. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Het geweldig einde van een geweldige serie. Ik vind het echt zo geweldig om dit te hebben kunnen doen. En ja, het zou heel geweldig zijn als jullie willen abonneren of een like achterlaten, maar het boeit me niet. Ik heb een heel mooi einde achtergezet. En een heel geweldig liedje en ik kan me geen beter einde voor een serie wensen. En ik wil hierop meezingen, maar ik doe het niet, want ik kan niet zingen. Dus. Maar dan Prudence! Haha, met haar meiden van Lichte Zeden, de Assassins. Die helemaal blij zijn omdat we Doubt niet vermoord hebben. Emily met de mooie bloem. The now distant sound, oh, the sound of her voice. A sweet symphony, played over and over. And soon you are free. Sick it faints. Oh, dat is een lelijke kop, zeg! Oké, ik zal het even allemaal oplaten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. RMS uit. Tall, well tested will come as sure as the night.